Ze heeft de Als je in quarantaine bent opgericht. Echt waar. Als je in quarantaine bent. Bent. Opgericht. Ik vind het geweldig. En geeft shows op het dak van haar schuur. Nu staat ze eindelijk op het echte podium. De Office Manager. Succes. Ik vind haar niet alleen. Ja, ik ook. Oh, yes, yeah, Dolly! Haar stem, 100%. 100. Ze is al lekker ondeugend. Ik denk dat zij het is. Ja, ik denk wel dat ik kan zingen. Oh, wat leuk. Dat Marieke knikt door je verslag. Nou ja, kijk, ik kan er heel kort over zijn. U kunt zingen. En office manager zing de sterren van het dak op het dak in het kantoor. Ja. Maar het is wel echt, er zat een uithaaltje in waarvan ik ook dacht... Ja. Dat ben je wel. Maar er gebeurt wat, hè, hier op het podium. Ja. Hè? Een hele transformatie. Serieus? Nou, echt, nou ja. Ik wilde eerst de honkballen mee naar huis nemen. Maar ik neem nu de office manager mee naar huis. Ik vind dat te gezellig. Ik heb een dakterras, schijnt geen zon. Maar dan kan je de hele... Top, leuk binnenplaatsje. We gaan feestjes organiseren. Ik voel het. Zij kan zingen. 100%. Ik denk dat ze niet kan zingen. Ja. Waarom? Echt waarom, ja. Dat denk ik. Ja, maar jij denkt heel veel. Nee, omdat ik denk, ik voel... Oh, ze voelt het zeer. Ja, dat je kan het niet zien natuurlijk, hè. Dat typetje van op de orgel zo. Dat orgeljoken in... bedoel je? Ik denk dat ze iets anders doet. Maar ze is wel... Ze doet iets met leuk mensen entertainen, maar ze is geen zangeres. Oké, nou. Birgit. Ja. Is dit haar echte stem? Ja of nee? Oh, lastig, hè? Ja. Nu? Wat is jouw stem?